ik aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop wij bidden pleiten, want immers milde handen en vriendelijke ogen, ze zijn bij u van eeuwigheid. Maar sla ook de zonde nimmer gaat die we tegen u misdreven hebben. En denk aan ons toch in genade, opdat uw goedheid al de ere worden gegeven. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, de Almachtige, door Jezus Christus en Heere, de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes zal u worden voorgelezen, het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met vers 11. Johannes 12, de eerste 11 versen. Vooraf willen we ons stellen onder de tucht van de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten,
en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, daar Lazarus was die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereidden hem dan aldaar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan genomen hebbende een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simonus Iscariot, die hem verraden zouden: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en had de beurs en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide, laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was en kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden. Want vele van de Joden gingen heen en om zijnentwil en geloofden in Jezus. Tot zover. De tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het 3e vers, het laatste gedeelte. Johannes 12, vers 3b. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. En aan luid van dat woord willen we vanmorgen gaan denken over een reuk van Christus. En dan zien we in de eerste plaats dat dit is een liefelijke geur van zijn lijden. In de tweede plaats, dat is een reuk van zijn strijden. En in de derde plaats van zijn verblijden, een reuk van Christus. Hier is dus niet Maria die geurt. Hier is het nog Lazarus. Hier is het ook niet Simon de Melaatse bij wie ze in huis zijn. Hier wordt Christus gezalfd. En de geur trekt door heel het huis heen. En ik dacht bij mezelf,
dan is het ook dat u optrekt tot in het hemels heiligdom. Als u dan leest bij Noach dat God de liefelijke reuk ruikt die eruit gaat uit het offer van Noach, dan kan het niet anders dan dat de hemel een ogenblik stil wordt als de geur opstijgt van Christus. Ik heb dat genoemd in de eerste plaats een geur van zijn lijden. Of Maria ten volle begrepen heeft, weet ik niet. Wat verstaat een mens als hij in de volle liefde staat, dan is het enkel beleven, enkel doorleven. Wel zegt Christus tegen allen die rondom zijn, zij heeft het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Laten we maar zeggen, het is al liefde wat ze hier openbaart, liefde tot Christus. En die liefdegeur moet elk tot liefde noppen. Er is er één die het hem niet gunt. En daarom zijn kerk niet gunt. En daarom is het de Satan die alles opstookt. En die zelfs de discipelenkring gebruikt om Christus deze liefelijke geur niet te gunnen. Vandaar ook dat ze zich alle zetten tegen deze ene Maria. En dan beginnen ze te rekenen. En ik dacht bij mezelf, wat ben ik toch eigenlijk maar een rekenmeester. Judas heeft gerekend. Wat is die waard? Mijn lieve jeugd, wat is Christus u waard? Judas rekent en zegt, enkele zilveren penningen. Als er op aankomt, is die het me nog niet eens waard. Hij is mij nog niet ene gedachte waard. Hij is me nog geen kerkgang waard. Hij is me niets waardig. Wat hij voor Maria waard is, ze zegt alles wat ik in mijn huis heb. Ik heb het ook een klein beetje uitgerekend. Er was een schriftgeleerde die zegt ongeveer 100 gulden. Ik dacht bij mezelf, als het 300 penningen is, dat is elke dag een penning. Dat is een jaarloon. Laten we maar zeggen dat er iemand 50.000 gulden verdient. Ze zegt, wat is Maria waard? Ze zegt, mijn hele hebben en houden. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u toch lusten. Er is er niet één die het voor haar opneemt, alleen Christus. En die zegt, wat maakt het haar toch moeilijk toe. Zij heeft het gedaan uit liefde voor mij. De Heere schenken dat ook vanmorgen de kerk mogen geuren van die liefelijke reuk van Christus. Dan wilden we vooraf de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Ach Heere, het is veelal uit gewoonte dat we onze knieën buigen voor u. En dat we aan het einde van het gebed niet eens meer weten wat we gevraagd hebben of wat we gedaan hebben. Dat het vanmorgen eens levendige begeerte mogen zijn in de beoefening van het waarachtige geloof om met u te spreken als een vriend met een vriend. Gelijk Mozes op de berg geweest is en onder uw vleugelen bedekt is geweest onder de mantel van uw liefde, waar hij 40 dagen heeft mogen verkeren als begraven in uw hart,
met alle zorgen, met alle leed en met alle behoeften, waarin u alles bent geworden en in allen. O Heere, wil u ingeven, gelijk als bij een Paulus, die 3 dagen opgeheven is geweest tot in de 3de hemel, die onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord heeft, en waar u die onveranderlijke bent, die met een Elia gesproken hebt onder de jeneverstruik, waar u hem een maaltijd der liefde hebt toe willen bereiden, waar hij heeft mogen ervaren dat in uw kracht zijn zwakheid vervuld is. Wil u dan ook in dit morgenuur aan onwaardigen, aan dwaze mensenkinderen, die zo kunnen rekenen en die geen enkel geloof kunnen voortbrengen, zou u nog willen gedenken, willen heren, opdat we vanmorgen in stilheid, gelijk als een Maria aan uw voeten mogen nederzitten, naar dat liefdevolle onderwijs van u te mogen luisteren, en ook die liefdesarbeid mogen verrichten, waar ge uw kerk toch leert die droefheid. O, die droefheid van een wenende zondares, om met de tranen uw voeten nat te maken, en met de zalf der liefde uw hoofd te vervullen, opdat niet ons hart zoude geuren, maar opdat gij, o als verhoogde koning, moogt geuren in het midden van de gemeente, dat het vanmorgen mogen doorruisen door de kerken heen, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, dan zal ik het schoonste lied van die koning zingen. Hij die blank is en hij die rood is en die de banier draagt boven 10.000 en waar al wat aan hem is gans begeerlijk is, laat het mogen zijn als de bruid van het hoge lied, als ze op de straten van Jeruzalem gevonden wordt. En als aan haar gevraagd is, wat is dan uw liefste meer dan alle andere liefsten dat u ons zo besmoren hebt. O, dat dan het hart met hem vervuld mogen zijn, dat ook de mond mogen opengaan en dat overvloediglijk uw lof verkondigd mag wezen, ook in het midden van ons in de lijdenstijd. Als uw dierbaar uw smartelijden mogen overdenken. O Heere, wie is in staat? Wie kan het uitspreken? Wie kan uw liefde verkondigen? Dat gij de hemel verlaten hebt. Dat gij in de walm van de zonde bent ingekomen. Dat ge de liefelijke geur bij uw Vader vandaan, dat ge die losgelaten hebt en dat gij in de zondewereld ingekomen bent bij vijandige mensen. O Heere, dat we die liefelijke geur vanmorgen mogen ruiken. Dat wat onder woorden niet is uit te spreken, maar dat we het mogen doorleven met een gevoel vol harte. Zegen dan in het bijzonder de jeugd, o God. Ach, we zijn zo als die Judas, we zijn als al die discipelen, Heere, we zijn geen draad beter dan al die mensen die het u niet gegund hebben, want hij was veracht en hij was de onwaardigste onder al de mensenkinderen, hij was veracht en wij hebben hem ook niet geacht. O, dat ook dan vanmorgen in het midden van de gemeente, dat we eens mogen stilstaan, ook bij dit heilig woord, bij dit lijdenswoord van u. Dat het geschied is tot een voorbereiding van uw begrafenis, waar u zich opgemaakt hebt in de liefelijke geur van uw Vader, om al zijn deugden te verheerlijken, om met uw kerk op te trekken naar Jeruzalem, en waar uw kerk u niet verder kon volgen, dat tot aan de hof van Gethsemane, ja op een steenworp van uw lijden,
O Heere, dat we dan vanmorgen eens de sluier zien opgetild. En dat we achter die sluiers u eens mogen aanschouwen als dat volmaakte lam waar de treukwerk ontstoken is. Waar de liefde geurt, de liefde door de geschonden deugden van u. O, dat we vanmorgen hem mogen zien is een krijgsgewaad. Dat we hem mogen zien, mogen aanschouwen in de volle geliefdesgeur. Waarin hij gekomen is om te dienen, om uw deugden te verheerlijken, om recht en waarheid bijeen te brengen, opdat ze met een kus des vredes zouden begroet worden. Heren, we zijn er niet toe in staat, o, de armoede komt van ons, zo openbaar als we het hebben over Christus en niemand dan Jezus alleen. Ach, Heren, geef ons dat kinderlijke geloof van die Maria, om aan die voeten neer te zitten, om dat liefdeswerk zonder woorden te mogen vervullen. En omdat het vanmorgen zo mogen zijn, de ogen opheffende, zagen ze niemand. Niemand dan Jezus alleen. Niemand dan Jezus alleen in het midden van de gemeente. Niemand dan Jezus alleen in het midden van de prediking des woords. Niemand dan Jezus alleen bij het luisteren van de jongelingen en de jonge dochters op de gaanderijen. Niemand dan Jezus alleen ook in de huisgezinnen. Maar Heere, overal waar dat woord gepredikt wordt, niemand. En niemand dan hij alleen. Ik heb alles verloren in Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Heere, gedenk u dan al wat ziek, al wat zwak is, al wat het moeilijk heeft. Gelijk als een Maria bestreden is, zo zal toch ook uw kerk bestreden worden. O, als die liefdegeur in de binnenkamer oprijst, als uw kerk in ootmoederschuld blijkt, en het mag zijn als een liefdesgeur voor u, als uw kerk met tranen in de ogen tot u nadert, om dat offer van schuldbelijdenis voor u te gaan verrichten. O Heere, dan wordt toch ook de hemel vervuld met die liefdegeur. Want de liefdegeur van u moet elk tot liefde noppen. Heere, zegen gij dan naar haar die naar het ziekenhuis gebracht is, die geopereerd moet worden aan de ogen. Heere, dat het licht, het volle hemellicht, mogen opgaan ook tijdens de operatie. Dat ook het licht van haar ogen opnieuw geschonken worden. Waarin u toch spreekt dat u het licht der wereld bent. We gedenken ook aan die andere moeder. Die er al zo lange tijd ligt, die destijds een ongeluk kreeg. Die wij misschien vergeten. Maar Heere, al ligt ze dan verlaten. Ze heeft koorts. En het is bij u alleen maar bekend wat de oorzaak ervan is en waar het haar begeerte was. Dat we ze ook vanmorgen zouden opdragen, ach. Dan mocht u de koorts nog wegnemen. Mocht u nog dat wonder der liefde in haar harten willen verrichten. Dat ze als op de peluw van uw liefde mogen neergevleid worden. Zegen ze dan in uw grondeloos erbarmen met alle die op haar wachten. Heere, dat gezin waar een kind geboren is, het wacht ook al daar op de liefelijke geur der dankbaarheid. O, dat u het bij moeder wilde ontsteken in het ziekenhuis met haar kind. Dat u het ook bij vader, bij de grootouders wilde verlenen. U bent het zo eeuwig. Zo eeuwig waardig om gediend, om geëerd en gevreesd te worden. Richt u die moeder weer op. Breng het kleine kind straks mee naar huis. En dat vader dan ook met het gezin verheerlijkt te worden door uw grote daden. Zegen dan, Heere, overal waar dit woord tot nagedachtenis niet alleen van Maria gepredikt wordt. Maar dat woord dat tot nagedachtenis van u
o beminde borgen worden uitgesproken. Zegen heren de predikanten, zegen de studenten, de ene kandidaat wil hem de weg wijzen die hij te gaan heeft. Het werk der zending niet vergetende, allen die bij het onderwijs betrokken zijn. Heren, wil u ons samen gedenken naar de grootheid van uw eeuwige liefde en hem die de mond tot u open doet, maak het wel. In de vergeving en de kwijtschelding aller zonden, om Jezus Christus wil. Amen. We zingen samen uit Psalm 22, het 8e, het 11e en het 12e vers. Psalm 22, vers 8. Mijn kracht is als een scherf van saberoofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. En het 11e vers, verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van het gediert. En het 12e vers, gij die God vreest, gij allen prijst in de Heere. Psalm 22, vers 8, vers 11 en ook vers 12. En dan is de derde collecte voor eigen schoolvereniging. De Heere zegene u met die liefdegeur.
is een ontroerende geschiedenis, gelieven, die we vanmorgen willen overdenken. Een woord dat onder geen enkel woord is uit te zeggen. Alleen maar een liefelijke geur. En aan de voeten van Christus, ene vrouw, die uit de volle liefde van haar hart alles aan Christus opoffert. En als dan de fles gebroken is en de nardus over het lichaam van Christus uitvloeit, dan wordt de hele kamer vervuld van de geur van Christus. En deze liefelijke geur die reist op, die gaat straks door de deur, die reist op tot in het hemelhof. En God ook ruikt deze liefelijke geur. En als ik dan met u ga spreken over die vrouw, geliefden, die zulks verricht heeft, wie denkt er dan met mij niet aan die geschiedenis die er precies op lijkt? Wenende zondares, ook in Bethanië, ook aan de voeten van Christus. Ze heeft ook met haar tranen de voeten van die beminde borg nat gemaakt. En ze heeft ook alles wat ze had opgeofferd aan die gezegende Heer Jezus Christus. En als ik het dan zie gebeuren, dan vraag ik me af, hoe kom ik op die plaats? O, welke beminde plaats! Welke zalige plaats, vooral in de lijdenstijd, om niet anders te doen dan te wenen. Wenen van ontroering, wenen van schuldbesef. En dan mijn tranen kwijt te kunnen aan de voeten van een dierbare, gezegende borg. Om dan de fles met liefde stuk te breken, over zijn voeten uit te gieten, zodat het geurt niet vanwege mijn tranen alleen. Want dat geurt toch. Als de Heere zijn kerk op de plaats brengt, en ze mogen waarachtiglijk wenen voor God, en schuld is tot schuld, o, dan stijgt ook die liefdesgeur op tot in het hemelhof toe. Maar hier geurt het niet van een mens, hier geurt het alleen maar van Christus. Hier wordt gepredikt, de ogen opheffende, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En ik geloof dat dat het lijdensevangelie is. Daar is van u niets bij, geliefden, als de geur der offeranden, als het oprijst, dan klinkt alleen maar door u. Door u alleen en dat om het eeuwig welbehagen. We betreden vanmorgen opnieuw die kamer in Bethanië. We vinden daar Maria, maar ik wilde het daar met u eerst niet over hebben. Ik wilde met u denken over de liefdesgeur van Christus Jezus. Hij is op reis. Hij is op reis om het offer der liefde te ontsteken op Golgotha. Daar, o, daar zal de liefdesgeur tot de bevrediging van de deugde Gods. Die zal op Golgotha zulke liefelijke geur verspreiden, zodat het hart van God amen zegt. Op deze liefdesgeur van Christus. Hij heeft Lazarus uit de doden opgewekt. En u weet het, daar is ontstaan niet een liefdesgeur, maar wel een geur van vijandschap. Hij is zo ontweken.
Hij heeft als het ware een omweg gemaakt. En tenslotte heeft hij door Jericho heen te vernachten. Heeft hij zijn voetstappen weer gezet op de weg. Die regelrecht uitloopt op Jeruzalem. De hele karavaan trekt op. Alle mensen daar rondom, straks zal het paasfeest worden. Wie heeft het verstaan, gelieden? Niemand dan Jezus. Alleen, hij weet het. Hij weet wat te wachten staat. Touwen. Hij weet wat te wachten staat. Een striemende gezelslag. Doornen waarmee hij gekroond wordt. Het bloed dat uitvloeit. En hij vreest het niet. Omdat hij weet zulks is tot de verheerlijking Gods. En daarom met vaste tred in de wegen des Heren. Zoals de kerk het wel eens nazingt. Zo zingt hij het met ontroerende liefde. Ik zet mijn treden in uw spoor. Het spoor der gerechtigheid. Want recht en waarheid zullen elkander straks ontmoeten op Golgotha. Als hij tussen hemel en aarde, tussen de moordenaren aan het kruishout hangt. En de liefdescheur zal opreizen naar het hemelhof. Alleer hij het doet, gelieden. Gelijk een moeder nog een keer afscheid van haar kinderen wil nemen. Zo wil de beminde borg van zijn kerk afscheid nemen. En dan gaat het en het kan niet anders. Bethanië. En als u dan weet dat Bethanië betekent huis der smart. Dan wordt de kerk in het huis der smart. Maar tegelijkertijd het huis der liefde. U zou mogen willen dat u in zulk een huis woonde vanmorgen. Wel misschien neergebogen. Wel diepe smart. Daar woont Lazarus. De onbekende. De zwijgzame Lazarus, maar die hoort er ook bij. In zijn zwijgen ook de liefdescheur tot Christus. Daar woont ook de dienende Martha. Hoewel ze niet altijd verstaan wordt, ze hoort er ook bij. In der dienen ook de liefdescheur tot Christus. Daar woont bovenal Maria, ik geloof dat zij het beste plekje heeft. Aan de voeten van Christus, al maar dat onderwijs van hem te ontvangen, al maar te luisteren naar zijn gezegend dierbaar woord. Kunt u zich indenken dat Christus daar graag verkeert? Dat hij daar als het ware uitzegt, daar woon ik zelf. Daar wordt mijn heil verkregen en het leven tot in de eeuwigheid. Het blijkt uit de geschiedenis van al de evangelisten dat die nou precies net niet in het huis van Maria, Martha en Lazarus geweest is. Hij schijnt dat hij zijn intrek genomen heeft in het huis van Simon de Melaatse. Doet er eigenlijk ook niet toe. Simon de Melaatse. Er is een wonder aan gebeurd. Mag ik eens wat vragen zeggen, is dat ook in uw leven al gebeurd? Hij was melaats. Hij was onrein. Hij was de verachte. Middelen waren er niet. En toen is het wonder gebeurd. Daar heeft het geklonken. Ge zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En toen is er in het hart van die Simon de Melaatse een begeerte gekomen om het dankaltaar te doen roken.
om de liefdesgeur, om die op te laten stijgen, om te leren wat zal ik met Gods gunsten overlaan. Wat kun je dan beter doen, gelieden, dan een berichtje uiten, te zenden naar het hemelhof en om te vragen of de Heere alsjeblieft bij je in huis wil komen. Wel, een uitgenodigde borg. En dan komt die borg, die komt met zijn kerk in het huis van Simon de Melaatse. Komt ook Lazarus. Komt ook Maria. Komt ook Martha. Komen al de genodigden van de kerken Gods. En weet je wat ik dacht? Ik wou dat ik er ook bij geweest was. Een gezelschap. Ze hadden vroeger in de kerk, hadden ze veelal 's avonds een gezelschap. Hier heb u het. Liefdesgezelschap. Wat zal die Simon de Melaatse, wat zal die gesproken hebben? Wat zal die verteld hebben wat die eertijds was? Wat die geworden is? Wat zal die zijn lichaam getoond hebben? En wat zal die gewezen hebben op hem? Op die gezegende borg door hem alleen. Maria schijnt weer op diezelfde plaats te zitten. Alleen ze twist niet meer. Dat is ook een voorrecht. Je kunt aan de plaats van Christus, zegt, zitten. En je kunt al maar horen het getwist rondomheen van die Martha. Maar gelieden, Martha dient wel opnieuw. En Maria en Martha, ze kunnen elkaar op het ogenblik verdragen. Hoe het komt, alleen vanwege de liefdesgeur. Weet u wat ik dacht? Het wordt zo dikwijls in de kerk uitgezongen zonder enige zin. Maar hier is echt. Plaats van Christus, zegt, zitten. En je kunt al maar horen het getwist rondomheen van die Martha. Maar gelieden, Martha dient wel opnieuw. En Maria en Martha, ze kunnen elkaar op het ogenblik verdragen. Hoe het komt, alleen vanwege de liefdesgeur. Weet je wat ik dacht? Het wordt zo dikwijls in de kerk uitgezongen zonder enige zin. Maar hier is echt, waar broeders samen wonen, waar het liefdesvuur niet is uitgeblust, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in de eeuwigheid. Mag ik wat vragen? Ben je ook wel eens op zulk gezelschap geweest? Je ook wel eens zo je hart ontledigd in de liefde. Dat je niet zelf in het middelpunt stond. Maar dat je hart zo vervuld was met heilbespiegeling. Dat de liefdesgeur alleen maar oprees. Zijn naam moet eeuwig, eeuwig eer ontvangen. Weet je wat het beste gezelschap is? Als hij er ook is. En ik geloof dat dat het middelpunt van de geschiedenis is in dat huis van Simon de Melaatse. Jezus is er ook. En als Christus er is, geliefden, dan wijkt al het twist. En als Christus er is, dan is alleen maar de liefdesgeur die oprijst naar de hemel. Ik geloof dat ze er allemaal iets van gehad hebben. Allemaal iets. Maar er is er maar één die het meeste ervan gehad heeft. Maria. Alleen maar aan zijn voeten. Alleen maar opziende tot hem. Ik dacht bij mezelf, dat is het beste plekje ook in de lijdenstijd. Hè? Alleen maar aan zijn voeten. Alleen maar opblikkende. Alleen maar hem de ere gunnen die het eeuwig waardig is om gediend en geëerd te worden. Laten we eerlijk zijn, mijn geliefde medereiziger.
Wat verstaan we weinig van het bittere lijden van Christus. Wat verstaan we weinig van de gang die hij maakt om zijn kerk te verlossen. Weet u, het komt omdat je zo weinig aan zijn voeten ziet. En omdat zo weinig het liefdesvuur tot die beminde borg ontstoken is. En dan komt het. Zomaar in ene keer staat Maria op. Zomaar in ene keer verdwijnt ze. En zomaar in ene keer keert ze terug en in haar hand een dure fles. En in die fles, nardus, zeg ik het verkeerd. Een fles vol liefde. Omdat haar hart vervuld is met liefde. Liefde alleen tot de borg. Zomaar pure liefde. Liefde die niet uitgerekend kan worden. Liefde die alleen maar kan worden uitgestort. Over de voeten van de borg. En eer dat u het weet. Niet gelijk men in het oosten alleen maar druppelsgewijs. Maar de hals eraf brekende en zomaar in een gulle stroom. Zomaar over het hoofd en zomaar over de voeten. En dan gaat het geuren. Dan wordt het huis vervuld met, nee, niet alleen met de liefdesgeur van Maria, ook dat. Want hier geurt het alles. Hier geurt het van een verbroken hart. Hier geurt het van een verslagen geest. Hier geurt liefde. Pure liefde zonder enige verdienste. Maar hier geurt het alleen maar van Christus. Waar hij alleen is. En dan rijst die liefelijke geur. Ik las bij die schriftverklader die zegt, straks gaan ze naar huis toe. En de geur blijft achter. En straks gaat de deur open en dan gaat de deur, die gaat door de straat heen. En toen was ik die schriftverklader, dacht ik even voor en ik dacht, die geur die gaat veel hoger. O, de geur van Christus kleed. De geur van zijn gehoorzaamheid. De geur van zijn eeuwige liefde. Mag ik u wat zeggen, mijn hoorders? Hier hebben de engelen, die hebben een ogenblik het gezang gestaakt. Ze hebben als het ware naar beneden gekeken en ze hebben geroken. De geur van die dierbare borg. Ze hebben wel in het oude verbond, hebben ze begeerig willen inzien in dat wondere geheim. Hier geurt het, waar de borg en middelaar in het middelpunt staat. Mag ik u nog wat anders zeggen? Hier is, ik weet, ik kan niet preken, dat weet ik. Als ik het over Christus heb, dan ben ik niet meer in staat om zo te prediken, zodat Gods hart vervuld wordt. Maar hier is het hart van de Vader ontroerd. Daar staat zijn dierbare Zoon in het middelpunt en zo heeft God het gewild. God heeft gewild dat het geurt. Dat het zo geurt van de liefde van Christus. Zodat een onbekeerde dat hij de geur ruikt. En maar één begeerd heeft om door die geur vervuld te worden. Want die liefdesgeur. Gemeente, denkt u dat ik in staat ben om één mens te bekeren? Niemand. Als er iets is wat uw hart moet raken vanmorgen, dan is het de liefdesgeur van Christus en van hem alleen. We hebben het over het lijden van Christus. Daar is begonnen in de eeuwigheid daar. Toen de Vader kwam,
met de berekening van de prijs. Hoeveel is mijn volk waard? Lieve hoorder, hoeveel ben u waard? Hoeveel ben ik waard? En toen heeft de vader gevraagd, en hoeveel ben ik waard? De deugde van de vader, hoeveel is het waard? En toen het niet uitgeteld kon worden, toen is de eeuwigheid gaan geuren. En toen heeft het gegeurd, mijn liefde en mijn ijver brandt. En ik dacht, dan moet je toch wel hard wezen als je nou vanmorgen niet ontroerd wordt. Daar komt het vandaan. Uit de eeuwigheid, die liefdesgeur in het hart des vaders. De liefdesgeur in het hart van de borg. En de liefdesgeur in het hart van de Heilige Geest. En al brengt de Zoon, die brengt in de belofte, brengt die liefdesgeur mee. Dan wordt de rol des boeks vervuld met die geur. Daar ruik je overal de borg en middelaar. Dan wordt straks, en ik geloof dat ik er een ogenblikje stil onder geworden ben van de wijk. Dan wordt de kribbe, die wordt vervuld met de geur van de liefde van Christus. Als die in zijn armoede neergelegd wordt, dan geurt Bethlehem, dan geurt ook Ephrata's veld die arm geworden is, om uwentwil. Dan geurt de hele Leidenstad van hem op aarde waar hij zijn voetstap zet. Daar druipt het al van de nardes die er van zijn lijden afdruipt. Als die des avonds gaat naar de bergen toe, dan geurt zijn gebed. Als die op zijn knieën valt voor het aangezicht de Gods, als hij zichzelf en zijn kerk opdraagt, dan geurt het van de liefde van een lijdende borg. Als Gethsemane's hof geopend wordt, en dan word ik stil. Als die acht van zijn discipelen achterlaat en hij gaat zelf verder tot in de diepe duisternis van die hof die overstraald wordt door de zilveren maanlicht. Als hij een steenworps afstand op zijn knieën valt. Als die snikt in ontroering, mijn vader. Indien het mogelijk is, laat die beker van mij voorbij gaan. Als het bloed afparelt op de aarde, als hij kruipt als een worm, o, dan geurt die hof, dan geurt de hof van Gethsemane van de liefde van Christus. En dan is het die liefdesgeur die opstijgt tot de Vader, die daar een engel gebiedt om hem te versterken in dat nachtelijke uur. Het geurt. Als ze met zwaarden en stokken op hem afkomen. Als die zijn beminde handen legt in de touwen. En hij zegt, indien u dan mij zoekt. Laat dan deze heen gaan, wat een liefdesgeur. O, dan geurt het alles ter ere van een drieënige God. Als die in het rechthuis komt. Die felle slag in zijn aangezicht, het geurt naar boven en Jezus zweeg stil. Als de doornenkroon geplant wordt op het hoofd van Davids grote zoon, het geurt van de eeuwige liefde van Christus. Als de gezelslag over zijn rug komt, en ploegers hebben op zijn rug geploegd. Ik ben niet in staat nog één keer gemeente en ik meen het.
Ik ben niet in staat om u hem zo in het middelpunt te stellen om uw hart te beroeren. Maar mijn hart zegt vanmorgen, beminde Borg. Dierbare Borg, wat ben u het eeuwige waardig. Dat de geur van u uitgaat tot in het midden van de gemeente. En het ganse huis werd vervuld met de liefdesgeur van Christus Jezus. Straks van rechterstoel tot rechterstoel. Hij dragende zijn kruis, het geurt. Straks de smartelijke heuvel top op, Golgotha. En hij deed zijn mond niet open. Als een lam is hij ter slachting geleid, als hij zijn handen uitreikt. Zijn tere handen op de kruisbalk. Als straks het kruis, gelijk Mozes de slang verhoogd heeft, overeind gezet wordt. Tot een teken, een opgericht teken, dat de deur de Gods verheerlijkt wordt. O, mijn lieve gemeente, ik kan u niet bekeren, maar ik wil hem u wel voorstellen. Als het schoonste, als het dierbaarste, als het allernoodzakelijkste in uw leven. O, mijn geliefde medereiziger. Zo zegt de bruid, al wat aan hem is, is gans begeerlijk zulk een, is nu mijn liefst, o alle dochteren Jeruzalems. En het ganse huis werd vervuld, als die uitroept, het is volbracht. En nog één keer, paasmorgen, als het graf geopend wordt, hij heeft wel eens geroken, zeg. Dan gaat uit het geopende graf een geur van de schuldvergevende genade Gods. Dan wordt God verheerlijkt op de allerhoogste. En mag ik u dan nog één ding erbij zeggen? Hij heeft de geur meegenomen. En het hemelhof met de hemelvaart is nog vervuld met de geur van Christus. Het heeft de Vader vervuld en hij heeft gezegd. In het huis mijns vaders is zijn nu vele woningen. En elk huisje is vervuld met geur. En laat ik u dan nog één keer zeggen. Christus is in de hemel terechtgekomen. Maar laat de geur achter. En ik geloof bij tijden en ogenblikjes. Het geurt niet altijd bij mij hoor. Ik durf het soms niet te zeggen, ik bid wel eens en dan hangt de lucht, de doodslucht van het bidden hangt rondom mij heen. En ik dacht mijn kerkgang, wat gaat er weinig van mijn kerkgang uit. Ik dacht bij mezelf, uw persoonlijk leven, gemeente van Middelburg, geurt het wel eens. Geurt het wel eens als je op je knieën valt, geurt het wel eens. Dat de liefdesgeur dat er afgaat en dat het hoger opklimt. Dan door de balken van uw huis tot boven in het hemel af toe. Het geurt. Ik ga nog een keer kijken in dat zoete gezelschap. Er is er nog een die ik overgeslagen heb. Dat is de duivel. Die gunt een mens alles. Dan mag je ouderling wezen, lieve broeders. Dat mag ook nog. En je mag nog een bekeerde dominee wezen, ook dat mag ook nog. Hè? En je mag nog preken ook. En je mag waarschuwen, en je mag scherp wezen. Alles mag. Maar je mag Christus nooit eergeven. Want als hij ooit begint met een verslagen hart, dan gunt hij hem niet. Als hij ooit weent en je gaat ooit God bedoelen, dat gunt de duivel hem niet. Ze hebben wel eens gezegd dat de duivel stinkt.
geloof dat het waar is. Als hier heel de kerk bij elkaar zit. En laat ik er niet over oordelen, want Judas zit er ook tussenin. En de discipelen die hebben gezegd, ben ik het, Heere. En wat ik van Simon de Melaatse moet gaan denken, weet ik ook niet. Als ik dan in het huis terechtkom van die wenende zondares, dat er eens een hart- en twijfelvraag omtrent Christus opkomt, dan weet ik het ook al niet meer. En dan denk ik, als ik over mijn eigen hart denk, dan weet ik het ook niet meer. En als dan de Satan begint te poken, gelieten. En waar pookt de Satan het meeste? Waar Christus is. En dan begint dat vuur van de Satan, dat begint ontvlambaar vuur te vatten in het hart van Judas. En niet alleen in het hart van Judas, maar het gaat over tot in het hart van heel de kerk en komt bij iedereen terecht. En ze beginnen allemaal te rekenen. Die zalf. Oh, die zalf die is eigenlijk vermorst aan de voeten van Christus. Die had duur verkocht kunnen worden. En dan beginnen ze te rekenen. 300 penningen. En als je dan nog weet dat ze vroeger voor 1 penning hard moesten werken. 300 werkdagen zomaar in 1 keer. Stuk gebroken zomaar over de voeten van, nou, van Jezus. En dan begint Judas, die begint te spreken en die begint te zeggen, deze had zo duur verkocht kunnen worden. We hadden er vele armen uit kunnen bedienen. En toen heb ik een beetje mee zitten rekenen. En toen heb ik Judas gevonden, dacht ik. Toen heb ik Judas niet in de wereld gevonden. Toen heb ik Judas gevonden in de kerk. En ik vond hem in de Segeerstraat. En ik vond hem in het hart van de kerkgangers. En ik vond hem in mijn eigen hart. Wat is mij Jezus waard? Lieve jonge mensen op de gaanderij, wat is Jezus waard? Nog geen uur stilzitten. Wat is Jezus waard? Om niet 1 ogenblikje met aandacht naar hem te luisteren. Wat is die je waard? Moet ik het zeggen? Wat is die me waard nog? Geen uurtje nachtrust. Dat ik eens uit mijn bed ga en dat ik eens op mijn knieën val. En dat ik schuld voor hem beleid. Wat is die me waard? Als er op aankomt, lieve jonge mensen, in mijn diepe val in Adam, hij is mij geen gedachte waard. Ik hoorde vroeger dat oude volk van God hoorde ik spreken, en dan schrok ik wel eens als ik als jong op de gaanderij zat. Dan hoor ik het die ernstige dominee nog zeggen, hij is me geen cent waard. Wat is Jezus me waard? Geen gedachte. Dat is voor een onbekeerde. En met schande misschien iemand die wakker wordt onder dit woord en die zegt, ben ik Judas? Dat ik hem geen druppel olie gun, dat ik hem de liefde niet gun, dat ik hem de eerkroon niet gun. Ik denk aan het volk van God. Als er aan een tijd geweest is in het leven dat ze zo geofferd hebben. Dat zo die fles gebroken is. Dat zo die liefelijke geur opgestegen is. En als nou de lijdenstijd is. Er was vroeger een dominee als het dan ging over die zaken. Dan zei hij, daar kan ik niet in preken. En ik kan het me eerlijk indenken dat je zegt, daar kan ik niet in komen. Wie is in staat om in te komen dat Christus Jezus in de wereld ingekomen is? Om vijanden met God te verzoenen. Wie? Daar verstaat
Simon de Melaatse nog niks van. Als het erop aankomt, dan verstaan al de discipelen er nog niks van. Ook de anderen niet. Alleen maar Maria. En toen heb ik gedacht, hoe komt het dat Maria het begrijpt? Die plaats heeft. O, die lage plaats, die verachte plaats. Aan de voeten van Christus daar heeft zij begrepen als een offer voor zijn begrafenis. Straks als ze begraven wordt, dan hebben ze bijna geen tijd. En dan zegt Maria in haar hart, voordat hij begraven wordt, al heeft ze alles niet begrepen, heb ze voor hem alles over gehad. Met eerbied gezegd, dat flesje met die nardus. Ik heb dat in de schriftverklaring terug kunnen vinden. Zij heeft het daar ergens verborgen in haar eigen huis. En ze heeft gewacht tot het ogenblik dat ze straks, als het nodig is, dat flesje op te halen. En om het dan te offeren aan hem, die alles waardig is. En ik geloof dat dat de liefde van de kerk is. Wat is hij me dan waard? Dan is hij mij meerder waard. Dan het fijnste goud op aard niets. Kan dan zijn glans verdoven. Hij is mijn liefde. Eeuwig waard. Dan kan het niet anders. Dan gaat de kerk van hem zingen uit Psalm 133. Die liefde geur moet elk tot liefde op, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. Ze is als de dauw die Hermons kruin bedekt. Die Sion tot met vruchtbaar vocht besproeit en op zijn bergen nedervloeit. En waar liefde woont, gebieden Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. 133, 2 en 3.
treden nog eenmaal dat liefelijke huis binnen. Eer dat de nardusfles gebroken is, hing daar al een liefelijke geur. De kerken gods bij elkaar, waar veen het nog lieden. Waar veen je nog dat liefelijke gezelschap vandaag? Niet alleen in de kerkendienst bij elkaar, maar ook des avonds nog eens elkander op te zoeken, om het liefdesvuur te gaan ontsteken en om te zingen. Kom luister toe, gij die den Heere vreest, zal ik u vertellen wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Waar hoor ik nog? Waar hoor ik nog dat de grootheid van de borg gepredikt wordt? Waar hoor u nog dat hij met als profeet en als priester geëerd wordt? Maar het allerbeste gezelschap is daar, waar de borg in het middelpunt is. Daar heb de kerk toekomst. Daar wordt het huisgezin wordt geëerd. Daar krijgt Gods naam die eer die hij verwaardig is. En dan het grootste, om maar nooit groot te worden, om maar veel te beoefenen met Maria aan de voeten van Christus. Ik weet het, het is wel eens betwist bij haar. Martha, die altijd maar aan dienen was, altijd maar werken, werken. Hier als Christus er is, is zelfs Martha die zwijgt. Hier Maria stilzwijgende. En ik dacht zo bij mezelf, wat zal ze veel opgekeken hebben. Wat zal ze hem opgenomen hebben van het hoofd tot aan de voeten toe. Dat zijn hoofd vervuld is met nachtdruk. Dat zijn hoofd en zijn haar is wit als de sneeuw. Dat al wat aan hem is gans begeerlijk is. Waar vindt u het nog? Waar vindt u het nog, gemeente, dat de borg en de middelaar in het middelpunt van uw gedachten staat? En nu heb ik u gezegd, de Satan kan veel hebben. De Satan kan nog wel hebben dat je spreekt over grote dingen, dat kan nog wel. Als je spreekt over geloof, dat kan de Satan ook nog wel verdragen. Als je het hebt over hoop, maar als de liefde begint te werken, dan kan hij niet verdragen. En dan komt alles erop af. Laat me het zeggen vanmorgen zoals het is, dan komt de wereld niet alleen op af. Daar komt de godsdienst op af. Daar komt de kerkmens op af. Daar komt een Judas op af. Daar komen ook de discipelen op af. En weet je wat nou het grootste is? Daar komt ook Christus op af. Als hij getuigt, zoals het in Matthäus staat, waarom doet gij deze vrouw toch moeite aan? Wat wordt de kerk toch een moeite aangedaan is niet. Wat wordt de levende kerk, wat wordt die bemoeilijk in de liefdesarbeid? Dat de kerk niet anders doet dan schreien, dan wenen aan zijn voeten. O, waarom doet ge dan deze vrouw moeite aan? Dan neemt hij zonder zijn liefdevolle bescherming. En ik dacht bij mezelf, Psalm 22, we hebben het gezongen. Die mij dan veracht, God wilde mij niet verachten. Dan neemt Christus het op voor zijn eigen arbeid. Dan neemt Christus het op voor de liefdesarbeid. Dan neemt hij bij die wenende zondares, en ze lijken als twee druppeltjes water op elkaar, zo heb ik gezegd. De wenende zondares, zo geplukt uit het volle leven. Een slechte vrouw. Een vrouw met een verleden, maar aan de voeten van Christus. En Maria, de reine Maria, op dezelfde plek. Daar vindt de kerk elkaar, in de liefde.
Dan verdwijnt wrok. Dan verdwijnt haat. Dan is het één van zin als broeders samen wonen. Ik wilde het daar met u nog een keer over hebben, hè. In de lijdenstijd. Ik dacht bij mezelf, toen God mij geschapen heeft, toen geurde het, hè. In het paradijs. Oh, toen ging de liefdesgeur, die ging dag en nacht naar boven. Toen gunde ik God zijn eer. Toen was hij mij alles. Toen waren mijn gedachten bij hem. Toen was mijn hart bij hem. Toen lag mijn liefde bij hem. Toen lag mijn gehele leven verklaard in hem. En toen ben ik gevallen. En dan ben ik die geur kwijt. Ik dacht bij mezelf, ik heb nog wel wat over horen. Ik heb een hoop godsdienst. Je kunt het soms horen in het gebedje dat gedaan wordt, dat het niet meer geurt, hè. Je kunt soms ook, al vertelt men rijke dingen over bekering, dat men zegt, één ding ontbreekt hierin. De liefdesgeur. En het is niet alleen dat de naaste dat opmerkt. Het is al erg genoeg. Als de wereldling op gaat merken en die wordt niet meer jaloers op de kerk van Gods. Omdat die liefdesgeur gemist wordt, al worden er zeer grote, ware dingen verteld. Maar als je het zelf op gaat merken, dat je gaat walgen van je eigen gebed. Omdat de liefdesgeur erin gemist wordt. Dat je bijna niet meer in je gebed voor God durft te komen. Dat je je Bijbel niet meer durft open te slaan. Omdat de lucht van de zonde hier geroken wordt. Dan wordt God niet verheerlijkt in de wereld. Maar dan wordt God evenmin verheerlijkt in de kerklieden. Dan word je ook niet verheerlijkt vanaf de kansel als de liefdesgeur van hem er niet is. Wanneer komt dan die liefdesgeur weer om me heen? Als je arme zondaar voor God wordt, dan wordt de liefdesgeur ontstoken. Dan ligt daar de verloren zoon op zijn knieën daar in dat verre land en hij snikt het uit, Vader. Ik heb gezondigd. Dan gaat de liefdesgeur, die gaat weer naar boven toe. En ik dacht bij mezelf, als een mens zijn bidvertrek weer opnieuw opzoekt. Als die het voor God gaat beleiden. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbel waard. Kom aan dan, gemeente. Hoe lang is het geleden, zeg. Hoe lang is het geleden dat u daar gelegen hebt op die plaats? Hoe lang is het geleden dat die geur niet alleen door uw naaste werd opgemerkt, maar dat uw gebed gedragen door de liefde, dat u opgeheven werd en dat God die liefdesgeur rook? Ik dacht zo bij mezelf bij het overdenken van het lijdensevangelie. Straks gaat de deur dicht. De maaltijd is afgelopen. De kerk gaat op reis. Op reis met de grote karavaan naar Jeruzalem. En Jezus trekt mee. En het volk trekt mee. Judas gaat ook mee. Petrus gaat ook mee. Ik denk zo bij mezelf, Maria gaat ook mee. En ik dacht bij mezelf, hoe komt het nu dat Petrus verlogend komt dat? Omdat hij veel heeft, maar één ding is bijna uitgeblust. De liefdesgeur. Hoe komt het dat Judas
verraadt, omdat hij het hem hier niet gegund heeft, verraadt hij zijn meester. Hoe komt het dat al de discipelen Jezus verlaten in die nacht? Hoe komt het dat ze geen uur met hem kunnen waken? Hoe komt het? Omdat zij die liefdescheur niet kunnen verdragen. Ik hoop één ding, geliefde gemeente, dat die liefdescheur vanmorgen mogen doordringen. En dat als je straks naar huis terugkeert, dat het in je hart mag zijn, moet elk tot liefde nog. Ik heb ze gekend, een moeder die op de knieën in de bidvertrek die liefdesgeur mocht laten ruiken aan het hemelhof. En ze kwam 's morgens uit haar bidvertrek en ze zei: mijn lieve jongens, ik heb God gezien aangezicht tot aangezicht. En dat er zulke liefelijke geur vanuit ging dat de jongens aan de kant gingen vanwege de heilige reuken. Zoals bij Mozes was, zijn aangezicht glinsterende vanwege de heilige tegenwoordigheid des Heeren. En de God aller genade schenken, dat het geen vreemde zaak in het midden ook van ons mogen zijn, waar liefde woont. Gebied de Heere de zeden, daar woont hij zelf. Er wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Amen. Heren, dat zijn dingen die tegen ons hart stoten. Dat zijn zaken die ons overweldigen. En die ons vanmorgen in het gemis plaatsen. We kunnen zoveel bezitten aan geloof en aan hoop. Maar dat we de liefde moeten missen. Denk u dan vanmorgen de gemeente als naar huis terugkeert. Denk aan jong en oud in het overdenken van het lijden van u. En geef dat we samen nog in ootmoed vandaag in liefde bij elkaar mogen zijn. Om u te overdenken wie u bent, in uw heiligende liefde voor uw Vader, om Christus wil. Amen. We gaan met elkander nog zingen Psalm 30, en daarvan het 8e vers. Psalm 30 vers 8, gij hebt mijn weeklacht en geschreid veranderd in een blijde rij. 30 vers 8.
gaat dan heen in vrede naar uw huis. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen tezamen. Amen.